eventjes uit, maar dan. Kom aan, Emma. Wij zijn de monumentendienst aan Schoten. Goedemiddag. Wij moesten hier een monumentkamer onthuldigen. Dat gaan we met deze doen. Voilà, hier is het. Voilà, dat is het nou. Ze is blinken, het is haar eerste stagiairendag. Ze wou bij het cultureel centrum gaan, maar in de kalkleider zal volk genoeg, zei ze. Meneer Manzij pakt dan sleusje mee, dan zei ze ook eens van de wereld en hangt ze niet op straat. Hè? Ze zijn cultuur gestudeerd, dus wat denkt u hiervan, Leuske? Schoen? Moderne kunst, zegt. Hè? Wat moderne kunst, dat herkende direct. Je ziet niet wat dat is. Zie je? Ja, maar, het is zwart en breed. En het trekt, dat is wel knap, een referentie. Pas op, ik heb mijn voorbereidingen gedaan. Op de ingepakte baarje van Monte Cristo. Ja, Erik, ik denk dat je Christo bedoelt. Ja, ja. En het is niet omdat dat moderne kunst is, dat dat abstracte kunst is. Nee, nee, dat kan fictief zijn ook, hè? Figuratief. Ja, ja. Ja. Iedere dag bij de gemeente en ze weet alles al beter. Maar het is ook zo. Ja, die gaan nog carrière maken. Voilà, Herman, kom jij de baan aan? Alright. Ja, ja, gemeente tempo, hè? En daar gaan we. Start. Het volgende week, zeg. Waar is het nu? Kiekeboe. Wow, waar is hij? Man, man. Amai. Hey, dat is wel figuratief, hè, schatje? Je zat op jou een werkmanspak. Wel, dat gaat mij goed af. En moet je zien wat een schone stagiair dat ik hierbij heb. Ja. Ja. De meter van het kunstwerk. Ja. Vertel eens, wat is jouw band met Kiekeboe? De Deuzelt is denk ik de band. Ik heb hier gewoond. Ik woon hier nu sinds kort niet meer. Maar ja. Ze heeft mij ook verteld dat ze van kindsbeen af alle Kiekeboes heeft verslonden die uitkwamen. En dat is eigenlijk een fan van het eerste uur. Terwijl dat ook. Ik heb dat later ontdekt. Ik ben net iets te oud om vanaf het eerste moment mee te zijn. Hè. Iets ouder dan de stripleeftijd. Ik heb hem eigenlijk ontdekt door de film te spelen. Maar Erika is een echte fan. Dit is niet het eerste werk van de Kiekeboes, maar misschien een van de betere? Het is zeker een van de betere, samen met Marcel Kiekeboe die in Zoersel staat. Oh, ik heb al denk ik een stuk of 4, 5 standbeelden, verschillende stripmuren. Maar een stripmuur dat heb je meer in de hand, want dat wordt dan gemaakt naar een tekening die je zelf getekend hebt. Dus dat heb je helemaal. Het probleem is altijd om die stripfiguren om te zetten van 2 dimensies naar 3 dimensies. En dat is niet altijd evident. En die clip is hier heel mooi omzeild geworden. Het is een heel modern beeld geworden dat dan ook perfect past bij het gebouw, bij de gevel. Het is een interactief werk, dus het is de bedoeling, aankomen mag ook? Ja, ja, mag ook aangekomen worden. Ja, ja, geen probleem. Roestvrij, ja, het is roestvrij staal. Het is tot een tand destijds zeker doorstaan. En ja, je zult ook wel zien, er gaan ook heel veel kinderen in de beelden staan. Dus ja, het is een werk waar ook het publiek en de kinderen zeker enorm hard bij betrokken zijn. Dat niet, ik wil ook niet een afstand, een beeld op een sokkel dat daar staat. Ik wilde wel iets dat beleefbaar was. Okay. Bedankt, Luc.